De lucht in onze woning wordt voortdurend vervuild. In de eerste plaats door onszelf. We ademen, we zweten en door onze activiteiten zoals koken, douchen, verwarmen, roken. Daarnaast vervuilt de woning ook zichzelf. Denk maar aan radon of vluchtige organische stoffen uit de bouwmaterialen. Vroeger werd die vuile lucht ververst door gaten en kieren die overal in de bouwschil aanwezig waren. Maar nu we al maar beter isoleren en onze woningen zo luchtdicht mogelijk bouwen, zijn er nauwelijks nog gaten en kieren. Dat betekent dat ook de vervuilde lucht niet meer kan ontsnappen. En dat is nodig, want vervuilde lucht zorgt niet alleen voor een muffe geur, maar werkt ook mijten, het overbrengen van virussen, bacteriën en hoge concentraties van schadelijke chemische gassen in de hand. En dat is nefast voor onze gezondheid. Vervuilde lucht kan leiden tot ademhalingsproblemen, een droge keel, oogirritatie, hoofdpijn, allergieën, concentratieverlies, energietekort of slaperigheid. Een bijkomend gevaar van een slechte verluchting is het opstapelen van vocht in de lucht. Dat kan condensatie en schimmelvorming met zich meebrengen. Dat zijn allemaal vervelende verschijnselen die we liever vermijden. Dat kan door grondig en regelmatig te ventileren. Ventileren is meer dan een uurtje een raam op een kier zetten. Het effect van verluchten is immers maar tijdelijk. Bovendien gebeurt het ventileren via een open raam niet gecontroleerd, waardoor het comfort daalt en het energieverlies nodeloos stijgt. Bovendien kan het openen van een raam andere nadelen met zich meebrengen, zoals geluidshinder, verhoogd risico op inbraak, het binnendringen van insecten. Een ventilatiesysteem laat wel toe om vervuilde lucht op een gecontroleerde manier te verversen.